Je luistert naar de Yoga Business Coach podcast. Ben je yogadocent en wil je kennis, inspiratie en de beste tips voor jouw onderneming? Ga er dan lekker voor zitten. Want hier is, vanaf haar mat, helemaal zen en bruisend van de beste ideeën. Met interviews, Q&A's en talks. De enige echte Corine van Zoelen. Welkom bij de Yoga Business Coach podcast, aflevering 102. Superleuk dat je weer luistert. En vandaag wil ik het met je hebben over zakelijk zijn in yoga. Ik heb daar een gratis videoserie van gemaakt. Die heet ook De Zakelijk Zijn in Yoga Tips. En dat bestaat uit 3 video's. En in de allereerste video, en daar zit ook een werkboek bij met vragen die ik je stel, die je zelf kunt gaan beantwoorden, ga ik het hebben over geldmindset, wat echt heel belangrijk is. En in het tweede gedeelte, in de tweede video, heb ik het over diverse verdienmodellen die er zijn. En in de derde video heb ik het over omzetdoel bepalen. En dat is eigenlijk heel belangrijk om te kijken naar je cijfers. En we zijn vooral, tenminste als ik kijk naar mezelf als yogadocent, vooral bezig met de inhoud van hoe kun je een goede yogales vormgeven. Hoe kan ik nog meer investeren in nog meer yogakennis of meditatiekennis om dat weer over te dragen. Maar als yogadocent, en dat zeg ik al vaker, ben je heel goed in je vak. Maar als ondernemer komt er echt wel wat anders bij om de hoek kijken. En daarom is het dus heel belangrijk dat je inziet wat de cijfers doen in jouw bedrijf. En dat is niet alleen de cijfers van wat staat er op je bankrekening, maar ook de cijfers van hoeveel mensen volgen mij op Facebook of op Instagram of op LinkedIn. Hoeveel mensen staan er op mijn nieuwsbrieflijst? Hoeveel mensen hebben een programma bij mij afgenomen, of als je online onderneemt, of hoeveel mensen hebben een yogales bij me afgenomen of een workshop bij mij gedaan. Daaraan kan je precies zien, groeit het aantal leerlingen en groeit daardoor ook de omzet, of zijn de leerlingen gezakt, het aantal leerlingen, maar is mijn omzet gelijk gebleven of gegroeid omdat ik iets anders heb neergezet als een ander verdienmodel. Dat behandel ik dus in die gratis videoserie Zakelijk Zijn in Yoga Tips. Die kun je gewoon aanvragen via mijn website onder het knopje gratis. Maar mocht het zijn, als je het lastig vindt om te vinden, tik dan gewoon even de show notes pagina in www.deyogabusinesscoach.nl/102 van de 102e. Podcast. Zeg je dat zo? 102e? Klinkt een beetje gek. Maar in ieder geval, in de allereerste video, ik zal even wat kort vertellen wat ik daarover gehad heb. Is, ik heb het in de eerste video, leg ik bijvoorbeeld uit hoe ik dat nou voor het eerst heb gedaan om mijn prijs te bepalen. Want ik weet nog dat dat echt super lastig was. Ik ging een beetje kijken bij andere yogascholen, hoe die dat deden. Maar in mijn tijd waren er nog niet heel veel scholen bij mij in de buurt. Maar dat ging ik kijken. Maar ik ging bijvoorbeeld ook kijken bij de musicalschool van mijn dochter, hoe die dat deed. Nou, en de een die gaf familiekorting 10%. En de ander zei, nou, als je in 1 termijn betaalt, dan krijg je korting. En ik had eigenlijk van al dat soort dingen allemaal overgenomen in mijn prijzen. Tot ik eigenlijk op een gegeven moment dacht van ja, ik snap zelf het overzicht niet meer. Maar dat kwam toen ik een businesscoach nam die zei van ja, maar dit is toch een beetje gek zoals jij dat hebt gedaan. Kan dat niet makkelijker? Kan dat niet duidelijker? En toen ben ik eigenlijk gaan bekijken van hoe kan ik op 1 manier iets aanbieden. En niet dat de een inderdaad familiekorting kreeg en de ander heeft 1 termijn. Dus dat de een na verhouding veel minder betaalde voor de les dan de ander. Ik vond het op een gegeven moment gewoon niet meer eerlijk. Dus dat is eigenlijk een van de redenen geweest waarom ik alles op de schop ben gaan gooien. Dat eigenlijk alle kortingen vervielen. Dus, en dat iedereen gewoon hetzelfde bedrag betaalde. En eigenlijk had ik verwacht dat daar weerstand op zou komen. Dat was eigenlijk niet. Iedereen vond het eigenlijk heel logisch. En ik had wel 1 iemand die had daar wel een soort van commentaar op. Zeg maar tussen haakjes doe ik nu met mijn vingers. Maar die zei van ja, weet je, je hebt nu de prijs verhoogd. En dat was niet zo, want ik had de prijs niet verhoogd. Ik had alleen de korting die ze kreeg doordat zij in 1 termijn dat zou betalen, die had ik eraf gehaald.
Dus zij heeft gewoon eigenlijk al die jaren die korting gehad. Zij zei, ja, hier ga je echt nog wel spijt van krijgen, want heel veel mensen zullen dan weggaan en dit en dat. Nou, dat is gewoon allemaal niet gebeurd. Het belangrijkste daarin is, en dat is eigenlijk de les die ik je ook mee wil geven, als je iets besluit om te veranderen in je lesvoering, maar ook dus in de lesvoering, maar ook in de prijzen en hoe jij je bedrijf wil runnen, want jij bent de leider van jouw bedrijf, dus jij bepaalt. Het is goed om bij verschillende te kijken, om adviezen te vragen van anderen, maar uiteindelijk kies je wat bij jou past in jouw situatie. En juist nu natuurlijk allemaal dingen weer gaande zijn en wat je allemaal weer kunt veranderen, binnenlessen, buitenlessen, minder mensen in je studio dan anders. Dus hoe ga je dat dan vormgeven? Ga je je prijzen verhogen of juist niet? Want ja, je bent ook blij dat die mensen weer terugkomen. Ga je dan toch nog buitenles geven zolang het nog kan? Of doe je dat juist niet omdat jij geen ruimte hebt om buitenles te gaan geven? Of zit je midden in Amsterdam en zeg je, nou, het hele park zit sowieso al vol? Dus het is altijd afhankelijk van jouw lessen, waar je naartoe zou kunnen. Dus kijk wat bij jou past. Dus ook daarin neem je dat eigenlijk altijd mee en blijf je heel dicht bij jezelf. Want iemand anders kan wel zeggen, ja, je moet die prijzen verhogen of verdubbelen of weet ik veel wat, maar dat is niet reëel. En als jij daar ook niet achter staat, achter dat besluit, dan gaan mensen jou ook daarmee omver blazen. En dat wil je ook niet, want je bent hartstikke blij dat ze gewoon nog bij je zijn en dat ze jou hebben gesteund in deze periode. Dus ook daarin ga je kijken, wat is de prijs die nu bij mij past? En als je je dus daar zeker voor voelt, en je hebt dus een leerling die daarin weerstand geeft, maar doordat je je zeker voelt, kan die jou niet omblazen. Snap je? Dus je moet voor jezelf dat heel helder hebben. En ook heel stevig staan achter jouw besluit. Want alleen dan kan je het dus goed brengen. En daarbij is een goede mindset echt cruciaal. Dus daar hamer ik ook altijd op. Dus in mijn trainingen zit ook echt dat mindsetstuk. Ik heb daar ook een los programma van, Receiving the Day, over het mindsetstuk, omdat dat juist zo belangrijk is. Toen ik dat dus helemaal naar buiten had gecommuniceerd, en daarna was het eigenlijk allemaal goed, en alle nieuwe leerlingen die kwamen, die wisten niet beter dan dat het op deze manier ging. Dus dat is het ook zo. Als je een bepaald besluit maakt, maak het dan op basis van jouw toekomstige leerling. En niet van je huidige leerling. De huidige leerling blijft toch bij jou, omdat ze het gewoon prettig vinden bij jou. En mocht het zijn als ze weggaan, komen daar weer nieuwe voor in de plaats. En die weten ook niet hoe het eerst was. En ik zeg zelf altijd, maar ja, dat is misschien ook een aanname van mij. Ik vind het zelf makkelijker om prijzen te verhogen als ik nog niet weet wie mijn toekomstige klant is of wordt. Want dan heb ik daar nog geen binding mee. Dus ik vind dat voor mijzelf dus makkelijker. En vandaar dat ik het ook makkelijker vind om bijvoorbeeld bij een workshop de prijzen te verhogen, omdat je nog niet weet wie aan die eenmalige workshop meedoet, dan bij een vaste abonnement. En dat is met online precies zo. Bij een online programma kan je veel makkelijker verhogen in prijs, omdat je gewoon nog niet weet wie het gaat kopen. Qua geldmindset is het echt heel belangrijk om te kijken van, wat heb ik meegenomen vanuit mijn opvoeding? Met welke overtuigingen ben ik opgevoed van, ja, maar wij hebben helemaal geen geld. Je bent als een dubbeltje geboren, je kan nooit een kwartje worden. Nee, die baan, dat is niet voor jou weggelegd, want wij komen uit een ander gezin dan de mensen die daar werken. Dus weet je wel, kijk gewoon wat bij jou is. En het is vaak overtuigingen van je ouders, van je grootouders, familie, vrienden, van school, van leerkrachten. Je moet hard werken voor je geld. Nee, het kan ook echt op een andere manier. Dus welk oordeel over geld zit er bij jou? Maar over geld verdienen, hè? Maar ook welk oordeel zit er bij jou over mensen met geld? Hoe keek jij aan tegen mensen met geld? Ook dat is een interessante om eigenlijk te onderzoeken voor jezelf. En hou je van geld? Of wil je geld eigenlijk liever niet aannemen? Geld is energie. Dus ik heb dat al vaker gezegd in de podcast en in mijn power talks. En ook, zeg maar, als je op maandag luistert in de Business Yogis, de gratis Facebookgroep. Daar ben ik op maandag om 1 uur altijd live. Om als je vragen hebt om te beantwoorden. Maar geld is niks anders als een uitwisseling van energie. Het is een soort bedankbriefje. Iemand doet iets en jij geeft diegene daarvoor geld. Iemand heeft een brood gebakken, jij geeft daarvoor geld. Als ruilmiddel.
iemand helpt je met schoonmaken in huis en jij geeft diegene geld als ruil voor die dienst. Dus ook daarbij blijf je kijken. Wat is geld nu eigenlijk? Weet je, wij hebben daar zelf een bepaalde waarde aan gegeven. En dat is, het is maar een briefje. En het is een uitwisseling van energie. Het is een bedankbriefje. Iemand doet iets met liefde. Jij geeft met liefde les. En die ander is blij om het te mogen ontvangen. En in ruil daarvoor geeft hij dat geld. Dus het is niet vies om geld aan te pakken. En al wordt nu natuurlijk wel gezegd dat dat dus niet kan in verband met het coronavirus. Dat is natuurlijk weer een ander verhaal waar ik een eigen mening over heb. Maar mijn mening is geld niet vies. Want met geld kan je hele mooie dingen doen. En als ik kijk met het geld wat ik verdien, steun ik supermooie projecten. Ik steun Steffi de Pauws met haar stichting Because We Carry, waarbij ze vluchtelingen helpt in Lesbos. Ik steun Lisa van Gerven. Zij heeft een stichting in Bangladesh via Lisa, waarbij zij jonge meiden in een sloppenwijk helpt aan een baan door ze te leren hoe ze met een naaimachine kunnen gebruiken. Met het geld wat ik verdien kan ik gemak in huis doen. Dus bijvoorbeeld iemand inhuren die mijn huis schoonmaakt. Met geld kan ik iets kopen wat voor mij mijn leven gemakkelijker maakt. Dus geld kun je op zoveel verschillende manieren delen. En als je inderdaad ook iemand dus een baan geeft, dus bijvoorbeeld mijn VA's, mijn assistentes, die geef ik ook mijn geld met liefde. Want zij doen hun werk met liefde voor mij. Zodat ik ook weer de deelnemers van mijn trainingen het beste kan bedienen. Dus als jouw kijk op geld anders is of anders wordt, zal het ook veel makkelijker bij je komen. En ja, dus kijk naar jouw affirmaties, weet je wel, die je eigenlijk altijd zegt. Geld stinkt. Of zeg je juist geld moet rollen. Of zeg je mensen met geld hebben een groot ego of zijn snobs. Of wat ik net al zei, als je voor een dubbeltje geboren wordt, word je nooit een kwartje. Ik ben afhankelijk van geld. Hè? Sommige mensen zeggen ja, nou de 15e dan komt mijn salaris weer. Dus dat is dan de enige inkomstenstroom die er is. Mensen gaan er dan ook niet van uit dat er nog andere manieren zijn om geld binnen te laten komen. Maar er zijn heel veel manieren om geld binnen te laten komen. Dus ook daarbij activeer jouw creatieve financiële mind. Stel bijvoorbeeld de vraag, hoe kan ik zorgen dat er geld komt? Ik heb daar ook al eerder over verteld in een eerdere podcast. Dus laat het stromen en laat daardoor de ideeën stromen, waardoor er ook geld op een andere manier bij jou kan komen. En niet alleen door het salaris of niet alleen door de incasso's van abonnementsgeld of niet alleen teruggaven van de Belastingdienst. Nee, er zijn heel veel andere manieren dat geld tot je kan komen. En je zou kunnen zeggen, alles wat ik uitgeef komt in tweevoud weer bij me terug. Ik heb ervan gemaakt in vijfvoud. Dus en op wonderbaarlijke manieren komt het geld dan bij me terug. En heus niet altijd vanuit mijn bedrijf. Maar ook op andere manieren. En dat is juist zo bijzonder. En dat is ook echt iets waar je in moet gaan vertrouwen. Om dat ook te zien dat het er ook echt is. Dus de verandering van geldmindset is echt heel belangrijk. Je kunt dus bijvoorbeeld bepaalde affirmaties ombuigen. Dus ook in mijn programma van Receiving the Day. Dat is een heel klein programma wat ik aanbied. Daar heb ik het ook over die affirmaties. Maar bijvoorbeeld enkele affirmaties kunnen zijn. Ik ben een geldmagneet. Ik omarm geld en geld omarmt mij. Geld is een ruilmiddel. Met geld maak ik mijn leven en van anderen aangenamer. Ik ben het waard om te mogen ontvangen. Dus kijk wat bij jou past qua affirmatie. Het universum zorgt goed voor mij. Dat is ook zo'n hele mooie. En er is ook een hindoegod. Daarin vertel ik ook eigenlijk in de allereerste video van Zakelijk Zijn in Yoga. En dat is Lakshmi. En dat is de hindoegod van geld. Dus mocht het zijn dat je bijvoorbeeld zorgen maakt om welvaart, geldzaken, of je hebt een geldblokkade, dan is het echt heel goed om naar de mantra te luisteren of om eventueel mee te chanten met het mantra van Lakshmi. En ook op YouTube heb je bijvoorbeeld bepaalde video's dat je geld hoort rinkelen. Je hoort de muntjes vallen. Dat schijnt dus ook heel goed te zijn. Dat je bijvoorbeeld gaat slapen met het rinkelen van de muntjes op de achtergrond. Dus kijk eigenlijk, maak voor jezelf bijvoorbeeld ook een lijstje. Wat zou jij kunnen doen met geld? Wat voor gemak zou je jezelf kunnen geven? Of wat voor opleiding kan je jezelf geven? Want als jij weer geld ontvangt, kan jij het weer investeren in jezelf en in jouw bedrijf. Zodat je alleen maar in ontwikkeling blijft. En dat is eigenlijk super belangrijk.
Nou, mocht het zijn dat je meer wil weten over die zakelijk zijn en yogatips, je kunt ze dus vinden gewoon op mijn website www.deyogabusinesscoach.nl en dan onder het knopje gratis, onder dat uitklapmenu. Maar je kunt dus ook even kijken anders op mijn show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl/102 van deze podcast. En dan verwijs ik ook even direct naar de aanmeldlink daarvan. Ik wens je een hele fijne dag verder en dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Namaste.